This is a demonstration of Flip4Map. Dit is de winnares van de 12e editie van de Kunstbende in de categorie Muziek. Afgelopen zaterdag was het de grote finale van de wedstrijd voor jong creatief talent van 13 tot 19 jaar. Anna, 17 en uit Lokeren, bezorgde This is a demonstration met haar of nummer Flip4Map. Nochtans twijfelde ze in het begin om mee te doen met de Kunstbende. Het is mij aangeraden door verschillende personen, onder andere in mijn zangles en mensen die ik nog van vroeger kende. En in het begin dacht ik, ik ga dat niet doen, omdat ik daar toch niet ver in zou geraken. Maar uiteindelijk bleek dat ik er wel ver in geraakte. This is a demonstration of Flip4Map. Muziek werd Anna met de paplepel ingegeven. Haar ouders zijn allebei muzikant en ze speelt al zo'n 13 jaar piano. Haar nummer Asleep heeft ze volledig zelf geschreven. En op het podium is het enkel zij en haar piano. Alleen op podium staan heeft een ander gevoel dan met een band natuurlijk, omdat je compleet op jezelf terugvalt. Maar ik vind dat op zich wel een soort van geruststellend gevoel dat als ik het op mijn neem. This is a demonstration of Flip4Map. Door haar overwinning mag Anna een demosingle opnemen en deelnemen aan een internationale workshop met andere muzikanten. Allemaal superprijzen, want muziek is haar leven. Ik zou heel graag conservatorium gaan studeren volgend jaar voor jazzzang. En sowieso nog die demo die ik nu mag opnemen, zal wel een tof begin zijn. En voor de rest veel muziek blijven schrijven en hopelijk, ja, moest ik er mijn brood mee kunnen verdienen later, dat zou heel tof zijn natuurlijk. Onder andere Brahim en de Belgische band Balthazar verdienden ooit hun eerste strepen bij de Kunstbende. Anna is er dus eentje om in de gaten te houden.